Sinds 1951 zijn er slechts 17 Nederlanders erin geslaagd om het kanaal tussen Engeland en Frankrijk zwemmend over te steken. Joost Kuilaars, hier op weg naar zijn laatste training in de Gelderse Meren, die hoopt nummer 18 te worden. Ik ga mijn best doen. Er is geen zekerheid om de overkant te halen. Ik heb er veel voor gedaan. Ik ben ook wat dat betreft redelijk ervaren. Of misschien wel behoorlijk ervaren. Ik heb 18 keer het IJsselmeer overgestoken. Ja, ik ga er gewoon voor. Begin 2008, nu zo'n 9 maanden geleden, nam Kuilaars het besluit om het kanaal zwemmend over te steken. Sindsdien, vanaf februari, zijn we begonnen met een uitgebreid trainingsschema. Heb ik er 1500 kilometer in zitten. Het water van de vaste trainingslocatie, de Gelderse Meren in Breda, die is te vergelijken met de situatie in het kanaal. Ik heb de laatste periode heel veel hier in Gelder getraind. Gelder is niet warm, staat ook niet bekend als heel warm. Dus ik denk wel dat ik er klaar voor ben. 32 kilometer zout golven en ploeteren. Hoe lang denkt Kuilaars daarover te gaan doen? Ik hoop tussen de 8,5 en 9 uur op Cap Griné aan te komen. Hoe was deze generale repetitie? Heerlijk. Heerlijk water, lekker zonnetje en natuurlijk goed gezelschap in dit geval.